Er zijn mensen, ook hier op uw eigen universiteit, die vinden dat die industriële landbouw, dat daar eigenlijk het roer om moet. Biologische landbouw, dat moet het worden. Daar bent u juist helemaal niet van, hè? Nou, ik ben in ieder geval niet van dat soort zwart-wit tegenstellingen. Ik denk dat wat je nu noemt industriële landbouw in feite uit heel veel verschillende dingen bestaat. Heel divers is. Het allergrootste deel van de boeren in deze wereld zijn nog steeds kleine boeren met heel weinig land. En die moeten wel een slag maken om natuurlijk ook hun eigen omstandigheden te verbeteren en efficiënter te produceren. Biologisch landbouw is een van de opties die er is, maar dat is zeker niet een optie waarmee je de wereld kunt voeden. En dat is een optie voor een bepaalde markt. Maar de technieken die zowel in de moderne vormen van gangbare landbouw worden gebruikt als in de biologische landbouw, die gaan, daar ben ik van overtuigd, echt ook naar elkaar toe groeien. En dat is omdat we eigenlijk steeds meer zien dat alles gebaseerd is op ecologische kringlopen. En dat je daar de beste processen uit moet halen en zoveel mogelijk datgene moet doen wat niet tegen de natuur ingaat. Maar het basisgegeven is natuurlijk wel dat als wij landbouw bedrijven, dan halen we iets van het land. We doen altijd de natuur geweld aan. Ja. Een klein beetje. Maar het gaat natuurlijk om volume. Want 2050, dan is de wereldbevolking ongeveer 9 miljard. Als we die allemaal moeten voeden. Ja. En sterker nog, die mensen gaan allemaal meer dierlijke eiwitten eten. En ze gaan dus meer eten en meer, met meer variatie. Als je nu elke dag rijst eet met oliepalm, saus of zo, dan wil je echt straks wel wat anders. Maar ook 30% van ons voedsel gaat verloren doordat het bederft, doordat het weggegooid moet worden. Dus we kunnen heel veel verbeteren, ook met onze huidige methode. Het is alleen zo dat het hele landbouwsysteem zal op een andere manier georganiseerd moeten worden. Maar dan is het eigenlijk een verdelingsprobleem. Als het op één plaats voldoende is, maar overstuur gaat omdat we te veel hebben. Ja, maar er moet nog wel 70-80% meer voedsel bij komen dan we nu produceren. Dat moet sowieso om die 9 miljard te voeden. En ook degene die nu nog te weinig eten, gezond voedsel te geven. Dus het is en-en? Het moet meer? Het moet meer, het moet beter, het moet betere kwaliteit en het moet gezonder. Ja. Maar het grote mooie nieuws is natuurlijk dat de technologie aan onze kant staat. We kunnen straks zorgen dat we minder voedsel verliezen omdat er minder bederft. Want we zorgen voor planten die minder last hebben van bederf. Voor bewaarmethoden, bijvoorbeeld van vlees, waardoor er minder verloren gaat. We zorgen dat datgene wat we niet zelf kunnen eten, dat we daar weer de voedingsstoffen uithalen en weer in het proces gebruiken. We zorgen voor minder chemicaliën. Dus er is wel heel veel mogelijk wat we nu nog niet toepassen. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over de gezondheid. Maar het is niet allemaal omstreden wat er mogelijk is. Want dan hebben we het bijvoorbeeld over genetisch manipuleren van gewassen. Als het gaat over houdbaarheid en dat soort zaken. Maar dat hoeft helemaal niet zo. Nee, het is een denkfout dat genetische. Ik hou ook niet van het woord manipuleren, want dat is al zo geladen. Maar dat genetische modificatie de grote oplossing is. Of dat we dat nu allemaal doen. Dat doen we dus allemaal nu niet in Nederland. En de bewaarbaarheid van dingen kan ongelooflijk verbeterd worden door bijvoorbeeld slimme sensoren waarbij je precies kijkt bij welke gassamenstelling de beademing van een of het adem eigenlijk van een vrucht of een stuk groente bijvoorbeeld zo laag is dat hij nog wel overleeft, maar dat het ook niet snel bederft. Dat heeft niets met genetische modificatie te maken. Wel met heel veel computergesteunde robotica en dat soort dingen. En daar gelooft u heilig in? Daar gaan we heel veel mee bereiken. Ik ben een wetenschapper. En wetenschappers geloven in niets heilig natuurlijk. Nee, dat zou echt heel verkeerd zijn. Je moet altijd testen of iets werkt. Maar ik ben er wel van overtuigd dat moderne wetenschap en kennis ons zullen helpen ook om die 9 miljard te voeden. Even los van het vraagstuk dat er natuurlijk een aantal landen en gebieden zijn waar armoede heerst omdat er oorlog is en allerlei politieke problemen zijn die je natuurlijk niet met technologie oplost.